Hallo, moeder. Natuurlijk heb ik een kopje koffie voor je. En ik weet dat je het vervelend vindt om het te Ach, hallo, schat. Klaar, wat gezellig. Goedemorgen, mam. Oh, daar moet hoognodig een kop koffie in. Zeg. Is het soms uit met Janja? Nee, het gaat fantastisch. Vind je hem geen stuk? Oh, een ontzettend stuk. Denk je dat hij weet dat hij een stuk is? Nou, gezien het feit dat hij je man is, lijkt me dat van wel, ja. Mm. Alsjeblieft, schat. Zo. Maar wat is er dan? Ach, niks. Nou ja, het is niks met Jan Jaap. Alleen hij heeft... Hij heeft wat? Iets ergs. Ouders. Oh, ja. Dat is heel vervelend, ja. Ik heb gisteren bij ze gegeten. Dat klinkt alsof je gebakken poep kreeg. Nee, koude kak. Oh, waren ze zo gruwelijk? Nee, erger. Hoezo? Nou, ontzettend intellectueel. Oh jee. Ja, dat gesprek op tafel. Het leek wel een telejakcursus cultuur voor gevorderden. Waar hadden jullie het dan over? Nou, ze hadden het over Pirandello, Verdi en Schopenhauer. Oh, bal zeg. En dat was alleen nog maar tijdens de macrobiotische paté. Macrobiotische paté? Ja, ze zijn zwaar aan de gezondheid. Veel granen en vezels. Zeg, en deed Jan Jaap mee aan die hoogstaande conversatie? Nee, die zegt nooit zoveel. Ah. Maar ja, ik kreeg niet het idee dat hij het raar vond. Ik heb zelfs nog nooit van Schopenhauer gehoord. Wie is dat? Wie is dat? Ja, dat was een filosoof, klaar. Beroemd? Nou, in bepaalde intellectuele kringen wel, ja. Nou, logisch dat ik hem dan niet ken. Mam, die ouders van Jan Jaap, die kunnen geen normale zin zeggen. Oh. Het is of een citaat, of er zit een moeilijk woord in. Weet jij wat Weltanschauung is? Nou, dat is een soort, hoe zal ik het zeggen, dat is een soort wereldbeeld, hè? Een levensvisie. Nou, dan was die Schopenhauer zijn wereldbeeld wel bijzonder depri. Nou, de jouwe nu ook, geloof ik. Ja. Had ik nou mijn eindexamen maar gedaan. Ach, klaar. Ja, dat had je best gekund. Alleen toen stierf papa en toen was het toch ja, een beetje... Ja, dat weet ik. Maar mam, Jan Jaap is zo slim. Als je nou bent opgegroeid in zo'n intellectueel milieu, wat kan je dan in vredesnaam in mij zien? Nou, ik denk dat hij jou juist leuk vindt omdat je heel anders bent. Stom bedoel je? Nee, dat bedoel ik natuurlijk niet, hè? Maar ik bedoel, nou ja, gewoon, nou ja, dat je heel anders bent, hè? Ja, dus toch gewoon stom. Weet je... Misschien ben ik voor Jan Jaap wel een soort intellectuele Sahara die hij moet bevloeien. Nou, als hij dat maar uit zijn hoofd laat. Dus Klaartje wil eigenlijk een soort boekenlijst? Ja, zoiets geloof ik. Bewonderenswaardig, die plotselinge dorst naar kennis. Oh, heel bewonderenswaardig, om wat voor reden dan ook. Zo, ach, Michiel, kijk nou toch eens, wat enig. Wat leuk. Ja. En wat veel... Oh, daar kan ik een klein jongetje heel gelukkig mee maken. Ja, of de baron van Oosterwold-Wittenbach, hè? Nou... Michiel, dat is een verzamelaar. Die komt altijd vragen of we nog wat strips voor hem hebben. En hij betaalt flink. Ja, dat weet ik wel, maar... Nou, wat is nou het probleem? Nou, weet ik niet, maar... Kijk, de baron ziet strips alleen als een investering. Ja. Hè? Hij verpakt ze thuis keurig in plastic en hij leest ze nooit. Hij kijkt er niet eens naar om. Nou ja, nou en, dit is handel hoor. En dan is er geen plaats voor sentiment. Zeg, zal ik hem dan meteen maar even... Nee, dat doe ik zelf wel. Oh. Zeg, en wat wil Klaartje eigenlijk leren? Oh, alles. Maar het liefst een spoedcursus Schopenhauer. Oeh, dat is niet kinderachtig. Nee. Zeg, hebben wij nog wat Schopenhauertjes in huis? Vast wel, bij de filosofie. Oh, de afdeling filosofie sec of filosofie in het dagelijks leven? Filosofie sec, natuurlijk. Oh ja, zoals heel sec. Maar Klaartje kan krijgen wat er is. Oh, fijn hoor. Zo vaak krijgen we ook geen klanten voor Schopenhauer. Nee, we krijgen überhaupt geen... We krijgen überhaupt geen klanten. Wou je dat zeggen? Nee, dat wou ik niet zeggen. Nee,
Denk je dat er nog wat groenstels bij die bloemen moeten? Nee, schat, die zijn prima zo. Oh, ja. Juist veel te veel groen. Het is net of iemand de plachttuin heeft uitgestoken en die daar pardoes heeft neergekwakt. Ja, maar moeder Claire, die wil dat nou juist graag zo. Dat is helemaal verkeerd. Bloemen moeten binnen het huis moeten die netjes zijn en niet natuur. Omi, in mijn flat staan mijn bloemen zoals ik dat wil. Ja? Ja, natuurlijk, schat. Maar daarom heb je nog geen gelijk. Nee, want ik heb nooit gelijk. Nou, in dit geval wel. Oh, mam, heb jij nog aan die bandjes gedacht? Oh, aan de... Ach, zit ik weer in mijn hand. Nee, die ligt op tafel. Heb jij muziek van Klaartje geleerd van Pater Macroon? Pater Macroon, Omi. Ja, schat, dat zeg ik. Nee, Klaar, die wou wat bandjes van mij hebben. Van jou? Nou. Vivaldi! Wat krijgen we nu? Ja, dank je wel. Zeg, heb jij nog in die boeken van Michiel gekeken? Oh, zo'n beetje. Wat voor boeken? Oh, gewoon wat boeken over Schopenhauer. Ach ja, natuurlijk. Doe normaal. Jij weet helemaal niet wie Schopenhauer is. Beetje meer respect, Klaartje. Natuurlijk weet ik dat. Oh ja? Ik hou alleen niet zo van zijn muziek. Oh. Ja, wat zit je nu allemaal weer weg te proppen? Ach, klaar. Denk je nou echt dat Jan-Jaap het erg vindt dat je je Tina's hebt bewaard? Ja. Jan-Jaap zijn ouders, die houden daar niet van. Nee, dat zal wel weer niet. Nee. Hoe laat komt hij? Nou, gaan jullie nou maar. Oh. Hij komt om 8:00. Ah, precies op tijd voor goede tijden. Ja, en daar gaan we dus niet naar kijken. Maar waarom niet, schat? Daar kijk je toch altijd naar? Ja, maar vanavond niet. Nou, er is anders niks leuks op het andere net, hoor. Nederland 3, die heeft iets heel langs dat Ada heet. Aida, moeder. Ada. Nee, moeder, Aida, dat is een opera nou, van Verdi. Nou, moeder, kom nou, dat is die opera van Verdi. Ik geloof dat Maria Callas daarin heeft, ja, maar dat weet ik ook niet helemaal zeker, hoor. Zeg, gaan jullie ook toevallig vanavond naar Aida kijken? Misschien als Jan-Jaap daar zin in heeft. Nou, dat vind ik wel. Zeg, nou, ja, rustig een beetje, hè. Daar is die, niet zo jagen, Klaartje. Zo'n catastrofe is het ook weer niet als die jongen erachter komt dat je een moeder hebt en een grootmoeder. Ja, moeder, dat is het wel, ja. Het lijkt wel of ze voor ons schaamt. Nou, dat is ook zo. Kom dan, moeder. Ja, hou jij hierheen, nou, mijn kamer. Ja, zeg, jij wordt toch ook wel brutaal, hoor. Nou. Omi, blijf! Hi, Jan-Jaap. Hé, hey, Klaartje. Nou, kom binnen. Ja, fijn. Ja, dank je. En ga je mee naar boven? Ja, fijn. Graag, dank je. Nou. Wil je wat drinken? Ja, fijn, graag. Dank je. Wijn? Graag, dank je. Ja, het eten is bijna klaar, hoor. We kunnen zo aan tafel. Oh, fijn. Ik heb een macrobiotische quiche gebakken. Oh. Wijn? No. Wijn. Dank je. Nou, proost. Proost. Oh. Als je zin hebt om tv te kijken. Oh ja. Aida is vanavond op Nederland 3. Fijn. Oh. Dat vind jij natuurlijk niks voor tv en opera. Nou, Nou ja, ik bedoel, zouden jouw ouders bijvoorbeeld kijken naar een opera op tv? Nee. Nee. Maar die kijken nooit naar niks. Oh. Ze zijn tegen televisie, we hebben er geen eens een. Nog wat wijn? Fijn, graag. Dank je. Oh. Zeg. Ik zou het enig vinden wanneer Jan-Jaap eens hier kwam eten, hè? Mm. Ja, ik had er zelf al aan gedacht, maar dat vond ik weer een beetje te bemoeierig. Maar dat ben jij toch nooit?
Oh, is hij leuk? Vind je hem leuk? Ja. Nou, hé, ik hoef zijn ouders toch niet te vragen, hè? Nee. Oh, gelukkig zeg, ben ik geestelijk nog niet even helemaal aan toe. Hé, hey, moet je luisteren. Mm. Wanneer die nou komt eten, hè? Probeer dan Wie een komt beetje... er eten? Jan-Jaap. Oh, dat vind ik leuk. Dat vind ik erg gezellig. Nou, moet jij kijken. Omi? Ja, lieve Klaar? Ik heb eigenlijk liever niet dat jij daarbij bent. Wat zei je, liefje? Je hebt heel goed gehoord wat ik zei. Nou, ik hoorde wel iets, maar ik dacht dat ik het verkeerd verstaan had. Nee hoor, je hebt het ook goed verstaan. Ik heb liever niet dat jij erbij bent als Jan-Jaap hier komt eten. En waarom in hemelsnaam? Ben jij bang dat ik roet in dit eten gooi? Ja. Wat? Ja, omi, ik ken jou toch. Dan ga jij allemaal gênante verhalen zitten vertellen van toen ik nog klein was. Oh. Oh, het idee, dat doe ik toch nooit? Nou, Henriette, hoor nou toch. Zoiets zoek toch helemaal niet. Hè? Huh? Oh, ik ben er even niet. Nou, maar ik weet het wel. Jij bent bang dat ik stiltes laat vallen als het gesprek een beetje intellectuele kant op gaat. Nou, ik ben eerder bang voor het tegenovergestelde. Hartelijk dank. Je hebt wel op mijn ziel getrapt. Mam, laten we Jan-Jaap nou rustig per keer met één familielid confronteren. Zodat die mondjesmaat aan de catastrofe kan wennen. Ja. Klaartje. Ja, sorry hoor, maar... Daar, je hoeft helemaal niks meer te zeggen. Als jij bang bent dat ik de eer van de familie te schande braak... dan weet ik wat mij te doen staat. Ik weet wanneer ik niet welkom ben. Oh, nee. Mam. Roland Holst, die zei het al. Dankbaarheid is een bloemke dat in weinig hoven bloeit. Moeder! Hè? Dat was Guido Gezelle. Oh. Onbegrijpelijk. Dus Frederik mag niet komen eten? Nou ja, ze komt natuurlijk uiteindelijk toch, hè? Ik heb tegen Klaar gezegd dat ze Eucalypta niet te hard mag aanpakken. En dat ze er toch maar moet uitnodigen. Nou, daar was Klaar het mee eens, onder bepaalde voorwaarden. En die zijn? Die zijn nummer 1. En daar staat de doodstraf op. Dat moeder mag geen woord reppen over toen Klaar klein was. En ten tweede, ze mag alleen praten over onderwerpen waar ze iets vanaf weet. En denk je dat ze zich daaraan houdt? Nou, het eerste zal wel lukken, ja. Maar het tweede... Moeder praat alleen over dingen waar ze niets van af weet. Omdat ze denkt dat ze overal alles van af weet. Oh. Met de boekenstal? Ja, natuurlijk. Nee, dat ben ik niet vergeten. Ja, oude strips, ja, ja. Lucky Luke, Suskus en Wiskus. Ja, ja, ik weet het. Nee, op het ogenblik heb ik helemaal niets in huis. Nee. Maar ik laat het u direct weten, hoor, als ik wat heb. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, hoor. Goedemiddag. Ja, dank u. Dag. Dat was dus de baron. Ja, ja, dat snap ik, dat dat de baron was. Mm-hmm. Maar hoezo op het ogenblik niet? Er liggen stapels in het magazijn. Ja, ja, nou ja. Michiel, we zijn hier niet thuis, hoor. Dit is een winkel. Hier verkopen wij. Ja, dat weet ik wel. En, nou. Oh, zeg, zou jij misschien eventjes die catalogie op de bus willen doen? Er is nogal haast bij, oh, hè? Ja, nee, dat doe ik, hoor, Michiel. Graag, nee, nu meteen. Absoluut, hè? Zeker, hoor. Breng ze meteen op de bus, hoor, Michiel. Helemaal, zeg, volgens mij is dit een winkel, hè? Ja. Nee, maar ik... ik breng ze, hoor. Dag. Goedemiddag. Ah, Frederik. Ja, het is net weg. Weet ik, ik kom voor jou. Oh. Ja, ik wou wat boeken. Oh, nou, dan zit je goed hier. Maar ja. Ik heb geen Jackie Collins meer voor je. Die heb je allemaal al gelezen, trouwens. Oh, nee, maar ik kom niet voor dat soort boeken. Ik wil iets intellectueels. Oh ja? Ja, heb jij misschien toevallig een boek met beroemde citaten die mensen gezegd hebben? Oh ja, zeker. Zoveel. Deze hier. Hij is nog wel een beetje nieuw, maar kijk, hier staan alle beroemde citaten, spreuken en gezegden in. Ah, fijn. Dank je wel. Ja. En was dat alles?
Nou, kijk, ik heb natuurlijk een heel wijd scala van interesses. Mm-hmm. Er zijn zoveel belangrijke onderwerpen. Om maar bijvoorbeeld iets te noemen. Heb jij misschien, ja, stom toevallig, iets van Schopenhauer? Schopenhauer? Ik weet het niet. Schopenhauer is namelijk nogal in trek de laatste tijd. O, ja. Zo. Kijk eens, Clarissa. Alsjeblieft. Hier. Oh. Alsjeblieft. Dank u wel. Nou, jongelui. Proost dan maar. Hè? Leuk dat je er bent, Jan-Jaap. Proost. 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 Zo. Mijn moeder die komt ook zo. Oh. Dus de grootmoeder van Klaar. Ah. Ja, die woont hier ook in het huis, in het achterhuis. En Klaar woont boven. Dus zeg ik wel eens het Dreimiddelhaus. Het operette Schubert over drie vrouwen. Dus zeg ik wel eens het Dreimiddelhaus. Ja. Ah, lieve moeder, kom toch binnen. Graag, dank je. Moeder, dit is nou Jan-Jaap. Ah, wat leuk. Ik ben Frederiek. Jan-Jaap, dit is mijn moeder, mevrouw Asselberg. Hoe maakt u het? Goed, dank je. Zo, zal ik even iets inschenken en ga in vredesnaam zitten? Graag, liefje, dank je. Zo, oh, er staat hier nog glas. Kijk eens, moeder. Alsjeblieft. Dat alle vrome dwazen in nuchterheid verzinken, geen druppel gaat verloren van dat wat wijzen drinken. Wat? Ach, ja. Die bodem staat altijd een grappig woord voor een belangrijke gelegenheid. Ja, vind je ook niet, Jaap Joris? Jan-Jaap. Moeder, voel jij je wel helemaal goed? Schat, ik ben gezond. En gelukkig. Oh, ze pak van mijn hart. Hoewel natuurlijk het levensgeluk niet afhankelijk is van genot en plezier, maar veel eer van de mate waarin dat leven vrij van lijden is, vrij van uitgesproken kwaad. Het is niet waar. Nou, ik weet echt niet wie dat gezegd heeft. Nou, dat verbaast mij, lieverd, want het is heel typerend voor zijn uitgesproken pessimistische weltanschouwing. Ja. Dat was Schopenhauer, hè, Omi? Ja, natuurlijk, lieverd, wie anders? Nee, niemand anders heeft ooit zo'n somber beeld van de kosmische willekeur geschetst. Ja, maar Klaartje, we mogen ook niet vergeten dat hij de invloed van Kant en Plato nooit ontkend heeft. Nee, absoluut niet. En hij onderschrijft de praktijk van de ascetische mystiek. Absoluut. Oh. En wij mogen zijn geloof in het principe van de individualisering niet overslaan. Nee. Oh, nee. Lieve, help alsjeblieft. Wat is jouw visie op Schopenhauer, Jan Joris? Ja. Zal ik dan nog maar eventjes wat bijschenken, hè? Dus dat eten was geen succes? Oh, het was een marteling. Bovendien had ik macrobiotisch gekookt. Moest van Klaar. Nou, het zag eruit als zeewier, hè? Het smaakt ook als zeewier. Het was trouwens zeewier met granen en vezels. Nou zeg, ik moest verdorie gewoon opletten dat ik niet een hap van de strooie pleesmets nam. Smakelijk. Ja, maar ja, in wezen zit er iets heel leuks, hè, tussen die twee. Het zou me wel verbazen wanneer die na gisteravond nog komt opdagen. Mm. Zo, hij is vol. Geef maar die handel zo. Oh, maar we moeten hier nog een plek voor vinden. Oh, Baron van Oswald Wittenbach heeft plek te over. Hele uitstalkasten vol, hectares vol. Ja, weet ik, maar weet je, boeken en zelfs strips moet je voor je plezier lezen en niet in een vitrine in een museum zetten. Ik heb veel liever dat een klein jongetje, hè, dat een klein jongetje hier gelukkig mee wordt dan een of andere maffe baron die van gekkigheid niet weet wat hij met zijn centen moet doen. Ja, maar we moeten natuurlijk wel commercieel blijven. Jawel, dat weet ik. Ah, een klant. Oh.
Mijn zorgen zijn voorbij. Deze klant kopt ons leeg. Nou, dan zit mijn moeder nog vlug in de finale van Megabrein. Goedemorgen. Waarmee kan ik u helpen? Heeft u misschien iets over Schopenhauer? Schopenhauer? Nee. Ik geloof dat Schopenhauer helemaal uitverkocht is. Shit. Oh, is het zo dringend? Is het voor een examen of zo? Nee. Het is eigenlijk in verband met een meisje. Oh. Ja, ik ben namelijk verliefd op iemand. Echt verliefd. Maar ze is zo intellectueel, daar kan ik dus helemaal niet tegenop. Dus dacht ik, als ik me nou in wat dingen verdiep... Zoals Schopenhauer? Ja, Schopenhauer of... dan maak ik misschien een beetje kans. Sorry, het spijt me. Maar ik heb alles gehoord. Oh, jeet. Mevrouw Valkenburg, ik wist niet dat u hier werkte. Michiel, dit is Jan-Jaap. Ja, ik dacht al zoiets. Hallo. Hallo. Dan ga ik maar weer eens aan de slag. Ja. Neem me niet kwalijk. Dag. Zeg, moet je eens luisteren, Jan-Jaap? Ja, mevrouw Valkenburg, ik wilde u nog bedanken voor gisteravond. Ik vond het fantastisch. Liegebeest. Wat? Jij vond het afgrijzelijk. Het gesprek ging mijlenver boven je pet. Ja, een beetje wel. Oh, Jan-Jaap, Klaar en jij lijken toch zo ontzettend veel op elkaar, hè? Wat bedoelt u? Nou, gewoon. Dacht je nou echt dat ze niets in jou ziet? Ja, ze is toch zoveel intelligenter dan ik? Ja, nou, alsjeblieft, precies hetzelfde denkt ze ook van jou. Wat, dat ik veel intelligenter ben dan zij? Ja. Het is niet waar? Ja. Bedoelt u dat ze het wel tussen ons ziet zitten? Nou, ziet zitten... 300% misschien. Oh, jeet. Dat is fantastisch. Ja. Maar hoe komt ze er dan bij dat ik zo'n intellectueel iemand zou zijn? Ja, door je ouders. Mijn ouders? Wat hebben die er dan mee te maken? Hoe bedoel je? Niemand wil toch zo worden als zijn ouders? Nee. Nee. Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Ben je klaar? Dit is het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb. Dankjewel. Had je die nou echt niet toen je klein was? Nee, want mijn ouders die... Bouwen die niet in huis hebben. Nee, precies. Ach, goh. Kijk, dit is nou wat ik bedoel. Mm-hmm. Kijk, het begint. Oh. Troep eten, troep drinken, troep lezen. Troep kijken. Toppunt van geluk.